En die zegt uiteindelijk van wel. In ieder geval gaat hij even kijken bij El Ghazi. Die ligt ter hoogte van de achterlijn. Om tegenraag. Sorry, dat moest er ook even tussendoor. Anders heb ik zo meteen niks te drinken. Ja. Intussen moet er inderdaad hulp komen voor El Ghazi. Zal de Van der Hoorn ook aangekondigd? Ja. Doen ze buiten. Ja, precies. Op P2. Hij heeft een podium neergezet. Heel klein podium. Vanaf om 3 uur. Voor de liefhebber. In plaats van Sjoarma. Nou, dat ben ik weer op, dat is ik tenminste. Ja, toch. Vind ik ook wel. Jammer van die hele rommelige fase. Ja. Met die wissel en blessures en gedoe. Maar goed, ja. Dan zijn we ook wel aardig doorgerold. Wat jij zo direct gaat meemaken, alle eer komt jou toe. Wat jij gepasseerd hebt voor onze club. Ik ben trots, al ook om je een vriend te noemen. Ik vind je een fantastische gozer. En ik wens je echt heel veel geluk met de rest van je carrière. En ik hoop je ooit nog een keer terug te zien. Na de winterstop. Dat zou toch een leuke mededeling zijn. We zien je weer. Het is leuk om je aan te kondigen dat je na de winterstop weer terug bent. Ik weet nog niet wat Peter Bos gaat doen, maar. Ja, je weet het ook nog niet. Ik kan het vertellen. De eerste helft was hard, met name regelmatig van PSV-zijde. Kijken hoe de tweede helft wordt. Als Ziyech op avontuur gaat in het strafschopgebied, wordt uit het strafschopgebied gewerkt. Maar krijgt de bal dan toch bij Younes. Younes laat Klaassen schieten. Goal! Goal voor Ajax. Davy Klaassen, buitenkant rechts, in de bovenhoek. Zoet is kansloos. Prachtige goal van de aanvoerder van Ajax. En Ajax leidt in de arena met 1-0. Doelpunt voor PSV. En wie maakt hem? Siem de Jong. Siem de Jong, ik zei al, een illuster rijtje. Met Arnissen, met Jonk, met Lerby, met Geels. Allemaal mensen die zowel voor Ajax als voor PSV hebben gescoord. Maar het tweede doelpunt op rij van Siem de Jong. Vorige week go ahead. En nu de gelijkmaker tegen Ajax. Dat zijn de belangrijke. Leverde die vorige week 3 punten op. Nu vooralsnog 1 punt, want het is gelijk geworden in de arena. De arena is stil na het doelpunt van Siem de Jong. 1-1. Ziyech nog één keer aan de rechterkant. Ziyech met zijn laatste krachten. En dan gaat hij richting de Afrika Cup. Trekt naar binnen. Geeft hem breed aan Sanchez die meegekomen is. Sanchez breed naar Riedewald. Bereikt Riedewald niet. En dan kijkt Van Boekel op de klok. En fluit voor het laatst. Deze interessante wedstrijd tussen Ajax en PSV eindigt gelijk. 1-1. En dan zie je een beetje naar Bos. Ja, wat hebben we hier nou aan? En ik denk dat Cocu dat ook wel een beetje denkt. 1-1 is de eindstand in een zeer interessante wedstrijd tussen Ajax.